Je probeert natuurlijk altijd zo attent mogelijk te zijn, maar er ontglipt je wel eens een gebeurtenis waar je wel aandacht aan had moeten besteden. Een verjaardag bijvoorbeeld. En dan vergeet je het natuurlijk net bij iemand die zelf altijd wel erg heeft in jouw verjaardag. Maar geloof het of niet, ook hierbij kan Excel helpen. Hoe? Dat zie je in deze hout toe. Eerst ben ik gesurfd naar de Engelstalige website van Microsoft. Een Nederlandse schabloon werkt namelijk niet volledig. Daar kom ik straks nog even op terug. Het adres is templates.office.com en achter de slash dus en-us. Linksonder kies je birthday. En hier ga je op zoek naar het schabloon birthday list. Je klikt erop en dan kun je het schabloon downloaden. Je dubbelklikt erop en dan wordt het schabloon in Excel geopend. Klik indien nodig op Bewerken inschakelen. Het schabloon is geopend. Voordat je hierin wijzigingen gaat aanbrengen is het verstandig om dit schabloon op te slaan als Excel-werkmap. In het eerste vak zie je een gele ster. Dat betekent dat er vandaag iemand jarig is. Je ziet dat als ik hier de datum verander de ster ook verdwijnt. Ook het vak Send e-mail is nu leeg. Dat is alleen gevuld als de betreffende persoon jarig is. Dat zie je als ik de datum weer terugzet. Je kunt rechtstreeks vanuit Excel je mailprogramma openen om zo de jarige te kunnen feliciteren. Dat laat ik straks zien. Uiteraard kun je de gegevens aanpassen. Dat is niet zo spannend. Wel verdient het aanpassen van het e-mailadres aandacht. Klik op de cel en houd de muisknop dan even ingedrukt. Nu kun je, bijvoorbeeld in de formulebalk, het adres aanpassen. Op dezelfde manier kun je de link Send E-mail selecteren. Nu zie je in de formulebalk een erg ingewikkelde en lange formule. Deze moet je uiteraard niet wijzigen. Om ook in andere cellen de formules te kunnen gebruiken, versleep je dit kleine pijltje naar beneden. Nu zie je dat hier de formule is gekopieerd, maar ook in kolom B. Je ziet dat in de cel daaronder de formule niet voorkomt. Als je een verjaardagswens verstuurt, wordt de tekst aan de rechterkant gebruikt. Achter de begroeting wordt standaard de voorname ingevuld. Uiteraard kun je ook deze tekst aanpassen. Als je een nieuwe regel in een bericht wilt beginnen, gebruik je ALT plus ENTER. Als je nu op de link klikt, wordt je e-mailprogramma geopend en zijn de teksten ingevuld. Ook de naam dus. Vervolgens kun je uiteraard het bericht versturen. Maar toch nog even naar de Nederlandse versie. Via Nieuw zoek je naar het schabloon Lijst met Verjaardagen. Je maakt het schabloon. Maar als ik hier nu op de e-mail link klik, zie je dat de tekst in het bericht niet wordt meegenomen. Vandaar de keuze voor de Engelstalige versie. Tot zover deze houttoe over het schabloon Lijst met Verjaardagen.